6 p.m. This means that the Halloween Fright Nights have begun. This is the time to seek immediate shelter or run for your lives. Please report any malfunction in your hazard suit, or you will be shot on sight.
hebben die ziel van je toch niet nodig. Mijn heer, laat uw kwaad door haar aderen stromen. Wat voelt dat goed? De meest snelle en de minst intelligente. Want daar houden we van. En volgens mij doen we ook. Yeah.
Hey, that's Mr. Video Man!
doorstep of decay. Welcome to the realm of wickedness. I want to get this show started, but I need to know if you're all ready. Ladies and gentlemen, if you're ready, I want to see one hand in the air. Two hands if you feel it. Now somebody scream. All right, let's get this show started. Yes, my freaks. Let's get ready and set. Can you feel it coming? Now bring me fire! In adoration of his name, you will shiver before him. When are you aware to me? Yes, ladies and gentlemen, it is time to summon the beast, the warrior. Ladies and gentlemen, are you ready? Move this minion and it's out of the way. Now, bow for your master. Bow for your lord. Goedenavond, daar is hier weer jullie ras-entertainer, Eddie de Clown! Oh, oké, gelukkig. Hoe is het hier in de waardigheidscomplexe school? Zo, jij begroten? In de waardigheidscomplexe bedoel ik ook. Goedenavond, jongens. Hey, er is een vacature vrijgekomen in mijn leger van gespuis. Nou ja, vacature is nog niet helemaal vrijgekomen, maar er wordt op dit moment achter de schermen heel hard aan gewerkt. Ja, volgens mij gaat het goed. Dus vanavond heb ik een plekje vrij in mijn legerdesk omheils. Dan ben ik op zoek naar iemand die dat met me wil doen. En we hebben een hele leuke online actie uitgeschreven. Mensen hebben filmpjes ingestuurd om ome Eddie te roasten. En we zoeken iemand die natuurlijk een beetje gelijkwaardig aan mijn level is. Dus als het goed is hebben we drie mensen uitgekozen. Marijn van Kesteren moet hier zijn ergens. Marijn is hier. Shariantra den Otter. En Geert Bodaar. Geert? Heet je Geert? Kom maar op. Ja, kom er maar bij jongens. Hoe heet jij? Shandriaria? Shilandria? Shariandra? Wat een kutnaam zeg! Zo, de mensen die dat mee gevonden worden. Kom weer vol met achterkant, jongens. Lekker. Ja, en mijn buurie, hartstikke goed. Zo, hoe is het hier, jongens? Wie heeft al een spookhuis gedaan? Ja, oh, hebben ze hier niet gehouden? Wie die blauwe niet zo? Heb je nou een Disneyland t-shirt aan gewoon hier? Gaat er snel een Eddie shirt kopen hierachter. Goeie naam, zeg. Wat zeg je? Nee, oh, maar we hebben ze ook niet in jouw maat, sorry. Hoppa! En hier staat een keer op een hele grote paard vandaan. Die kennen we. En die hoeft niet te scheren vandaag, of wel? Ga je voor de kerst dit jaar? Ga je daar werken? Grote rode muts op of niet? Lekker jongens. En hier zo even een Eddie-diadeem ziet. Hoe oud ben jij, meisje? 14? Ben je niet een klein beetje die om voor de Walibi Vrijtijd? Nee? Thuis is het enger zeker, of niet? Hello. Yeah. Our three contestants are ready. Yeah. If I may introduce. Ladies and gentlemen, can you please welcome her on stage and make some noise for Shariandra. Hey. And our second contestant of the night, please get ready for Marijn. Yeah. And third but not least, please welcome on stage, Gareth. Nou, daar zou je ze hebben. En Shariandra, jij mag het spits afbijten, want je bent natuurlijk een meisje. En die de klant blijft een heer. Dames, gaan voor. Online met Jokers van grote bek. Even kijken wat hier van overblijft. Shariandra. Ja, hij doet het liever. Dat mag gewoon. Oh god, ze moet iets voorbereiden. Als je reuma toelaat, mag je beginnen. Eddie Standarts is de enige die wel met vervroegd pensioen is gegaan. Wacht even, begin jij nou over uiterlijk tegenover mij? Terwijl er zit zoveel op je bek, je hebt een stuk door moeten bellen, of niet? Hey, en die wenkbrauwen, heb jij die zelf getekend, of niet? Ik heb een nichtje van 4, die kan het nog beter en die heeft niet eens handen. Eddie, hoe kom je eigenlijk aan dat haar en die rode neus? Ben je soms de ovulatiekalender van je vriendin vergeten? Luister, man, je weet toch allemaal voor je dat kan, hè? Is er
hele tijd over die vlassen van je. Eddie, je stinkt zo erg uit je mond. Ik zou maar eens ophouden met nagelbijten tegelijkertijd in je reet krabben. Oh liever, de volgende keer als je voor je werk bent een keer een vlees staat te schrobben met chloor, kan je me beter een knotje in je haar doen. Dat is niet blond meer, dat is dood. Trouwens, enige kleur wat jij nog in je leven meekrijgt is volgens mij wat er van de playborstel afkomt, of niet? Nou, wie van ons lijkt er nou op een playborstel, Eddie? Oh, je gaat lijken gelijk op een playborstel. Terwijl er zit zoveel plastic in dit lijf van jou, jij wordt na je dood niet begraven, je wordt gerecycled. Jongens, ik had het beter kunnen weten. We moeten natuurlijk ook geen mensen aannemen die een herkenningsdingetje voor hun voornaam op hun nek hebben. Je hebt gewoon een... Oh, het is een shame, wat Charlie Brown. Wat leuk! Er zitten wel meer hersenen in een frikandel. Oh, nou weet je dit ineens niet meer, hè? Jongens, kom er eens bij. We hebben een leuke verrassing voor Sariandra. Je houdt zo te zien wel van de zonnebankie. Die bek is bijna oranje, maakt er niet uit. Loop maar even met mijn vriendjes mee. Breng er weg, trommelstokjes. Zo, voor Sariandra hebben wij klaargezet de Sinkburn 2000. Jawel. Yes, my lord. I want to see this loser suffer. Yeah. Let's roast. Ladies and gentlemen, join us. Roast, 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 roast. Roast. Okay, die finisher roast, hè? Dag, Sjaria. Dag, dag, dag. Jongens, klep je dicht. Hou je bek dicht. Zo, kijk. En we wachten af. Ja joh, oh jong, die rook, hoort dat? Jongens, kom even weg daar, dat is niet handig dit. Sariandra? Sariandra? Gaat het goed? Sariandra? Oh, dat is niet de bedoeling. De volgende kandidaat heet Marijn van Kesteren, we gaan door. Yes, ladies and gentlemen, can you please welcome on stage and make some noise for Marijn! Nou, Marijn schiet eens op. Ik heb zombies nog sneller zien lopen dan jij. En we kijken wat hieruit komt, jongens. Neem je tijd. Eddie, ja, er komt helemaal niks uit zo te zien. Die kop is zo liggen, kan zo door die boel ogen heen naar zijn achterhoofd kijken. Het lijkt wel een mensboel, man. Kijk maar uit dat je niet opstijgt. Eddie, het enige wat je heen krijgt is een Hugo-magnetron. Oh, en Sariandra natuurlijk. Hebben we het verder niet meer over. Kijk, er komt ook heus wel een dag dat meisjes naar jou omkijken, hè? Als blikken kunnen doden. Wat je? Nou, maakt dat niet uit. Ben je al dood trouwens? Een beetje mager, een beetje bleek, een hele rare lucht hangt om je heen. Eddie, jij hebt in de keuken niks te zoeken. Alles bederft spontaan door de lucht. Is dit je comeback? Ga je daarmee komen? Is dit het? Ben je dit voorbereid? Naar moppen.nl gegaan, dit gezocht? Laatste kans! Eddie, je ziet eruit alsof er een bus over je gezicht is gereden. Oh, dus je hebt nog iets gezien met die holle gaten van je. Kijk, weet je wat er is? Mijn leven zit vol met actie. En de enige actie die jij ziet is van je rechterhand. Ik ben er klaar mee, dit schiet niet op. Jongens, neem maar mee. Yes, my lord! Let's make this loser suffer! Ja, vind ik ook. Look at that loser! Ik ben hier in de kooi, jongens, ik heb nog een speeltje gehad door de blokken van mijn gouden kaart, hè? Kijk, ik vind het niet. Kennen jullie de supersoker nog, mijn broeder? Dit is een gasaangedreven supersoker 4.0 2018 model. Uitgevoerd in het oranje. Dit wordt lachen. Hey, tot de volgende keer, hè, sukkel. Hoppa! Yo! Hoppa! Ach ja, het leven is net als Lucille Werner. Dat kan haar lopen. We gaan door. Hoe heet jullie ook weer de derde kandidaat? Yes, his name is Geert. Geert, je zegt heel de tijd. Ladies and gentlemen, can you please welcome on stage Mr. Geert. Geert, ja, houd er bij. Hey, Geert, nou. Nou, Leidy, laat je horen! Oh, je gaat gelijk je eigen show maken. Blah, blah, blah. Wat praat je veel, man? Als de rest van je lichaam nou zoveel zo beweegt als die mond van je, zou je buik een stuk minder op een gezwel zijn. Een lintworm met pit. Ik heb er nou wel zin in. En jij bent 12? Op een schaal van 1 tot 10, absoluut. Zo. Weet je, er is één ding wat jou goed zou staan, krummel. Een bord voor je kop. En wij kunnen een Halloween onze masker op doen. Jij moet de rest van het jaar met die rondkop rondlopen. Lelijk, maar niet eng. Ik heb baby's gezien die enger zijn dan hij. Ook had het gisteren anders de hele avond met je moeder over het maken van baby's. Ik heb gisteravond met jouw moeder de hele
trouwens, Eddie, bij welk standje worden de lelijkste baby's gemaakt? Geen idee. Vraag het dan maar aan je ouders. Hey Eddie, leven met obesitas. Zwaar, hè? Gastje staat te falen nu, hè? Dat weet je wel. Het is jouw vaders condoom zo te zien. Is please zijn waardigheid. Ook nog zijn woorden. His clown, ladies and gentlemen, is going down. Kijk, ik heb natuurlijk iemand nodig voor mijn legioen. Weet je wat, Geert? Jij bent de winnaar van Eddie's Roast 2018! Oh, wow. Geef hem een applausje, dames en heren! Geert Barbera! Ja, kijk, er hoort een beker bij. Ja, hartstikke fijn. Kom even in het midden. Echt, ik wil jullie nog iemand bedanken in het bijzonder. Ja, mijn moeder bedankt. Nee, we gaan het niet meer over moeders hebben. Dat is klaar. Dan komt ie, jongens.
een kleine jongen, kom eens kijken hoe ik stacks bouw. Je bent geen biggie, nou moet maar een lening trekken. Je vrouw helemaal steeds op mijn paper tellen. Echt dat je
klok. Oké, oké. Dat durf ik niet. We zijn hier allemaal bij één voor deze trieste uitvaart. Er is cake. Maar haar laatste wens was toch wel dat er gelachen werd. The show must go on. En daarom zeggen wij niet goodbye. En daarbij zeggen. Yeah!
Intense Halloween-ervaring van Europa. Halloween Fright Nights. 6 gruwelijke spookhuizen. 8 angstaanjagende scarezones. En honderden Halloween-freaks. Koop je tickets nu alleen online op walibi.nl. Your life is a gamble. Ah, nummer 13. De kettingzaag.